Dual Star neemt de leiding over. Jack Hanover gaat erachteraan. Jazz Rhythm Flevo valt ietsje terug. En daarachter komt naar voren Joe Fanatic. Ze gaan de paarden de laatste bocht door. Daar staat de Tjarda-bocht. Dus zijn we halverwege de Tjarda-bocht. En Dual Star leidt. Jack Hanover aan de buitenkant komt ietsje dichterbij. Joe Fanatic is nu ook aangesloten. En Jazz Rhythm Flevo pakt het bit weer op. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Relingzijde is voor Dual Star. Buitenkant Jack Hanover. Helemaal aan de buitenzijde komt de kampioen bij de leerlingen. Joe Fanatic met Misha Brouwer. Midden van de baan nu Jack Hanover aan de buitenkant. Joe Fanatic. Joe Fanatic aan de buitenkant is er bijna aan voorbij. Gaan op weg naar de streep. En Joe Fanatic is er ook voorbij. Jack Hanover wordt tweede. Derde plaats Dual Star in 1:15:07 voor de winnaar. Daar komt de winnaar al aan, dames en heren. Joe Fanatic. Joe Fanatic met Misha Brouwer. Paard is in bezit van stal PD. En Joe Fanatic is gefokt door de familie Redder. De eerste klassieker van Misha Brouwer, horen we net. En daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Daar komt Mipa met de ereprijzen. En we hebben de winnende draver er eigenlijk ook even bij nodig, want we hebben een sierdeken. De winnende draver is een heel eind weg inmiddels. Gaan we even bijpraten met Misha. Misha, gefeliciteerd. Ja, alles lukt op het moment. Dan wint zo'n eerste klassieker, die win je dan ook gewoon, hè? Ja, zeker weten. En ik had een beetje een vraagteken bij het paard. Of die wel scherp en goed genoeg was. Omdat hij thuis, ja, hij is altijd een beetje lakser. Maar hij is gewoon heel zuinig op zichzelf en in de koers gebeurt het. Ja, het ging onderweg wel heel hard, hè, die eerste kilometer. Ja, ik denk. En ik ken niet te veel zelf ondernemen, althans dat was vorig jaar zo. En ik denk, ja, ik moet toch wat meer op mijn rug proberen te rijden. En ik denk, langzamerhand, ik kom steeds dichterbij. En ja. Ja, toch uit macht zat om het zelf te doen. Laatste bocht uit, de vlieger leek nog wel even een taaienoot. Ja, het was zeker een taaienoot tot de streep toe. Mooi. Dit seizoen blijf je erachter, achter Joe Fanatic. Hebben jullie de rijders al verdeeld? Ik zie Bas al knikken. Ja, wel de bedoeling. Dan heb je een derbykans straks. Ja, ja. Of je moet een andere baas zoeken, ben je niet van plan, hè? Nee, ik wacht nog even tot de derby, sowieso. Nou, die derby pakken we nog even mee. Paard is inmiddels ook onderweg. Bas, even met jou bijpraten. Je had helemaal gelijk, hè? Jitske Zwischel op één tempo, die komt er net niet aan, maar deze was goed. Ja, ongelooflijk goed. Hij is thuis zo flegmatiek, maar ik denk hij voelt zo goed en gaat zo goed. Het is geen training geweest, hè, zei jij? Nee, echt niet. Het is net precies heel klassico en het voorwerk ook. Die is thuis ook altijd gewoon. Naar Zwezen moeten gaan ze. En ja, Misha, 10 plus voor het rijden, hè? Zonder meer. Mooi, hè? Ja. Ja, fantastisch. Ik heb enorm genoten. Super. Dat is wat waard, Bas. Want jij hebt heel wat koersen gezien en gewonnen. En Bas is zeer tevreden over het resultaat van dit criterium. Peter Delis, de winnende eigenaar namens Stal PD met de mede-eigenaren, gaat mee op de foto. En de sierdeken wordt omgehangen. Beschikbaar gesteld door de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. En overhandigd door de manager, Kees Pluimgraaf. Foto wordt gemaakt. En dan kreeg Kees Pluimgraaf bijna een kopstoot. Dat is de bedoeling niet. Nee, dat vinden we niet leuk hoor, Kees. Dan gaat hij beginnen aan de ronde, dames en heren. Even een applaus. Het is zijn eerste klassieker, dus wat extra applaus is zeker aangebracht. Als hij straks voorbij komt, Misha Brouwer met Joe Fanatic. Start valt en Dual Star kan goed beginnen, maar dat kan aan de binnenkant Jazz Rhythm Flevo ook. Vraag is alleen of hij in dit tempo op deze manier de eerste bocht goed doorkomt. John de Leeuw houdt hem heel goed vast. Galoppade in de start van het veld van de 5-jarige El Petnik. Jazz Rhythm Flevo gaat als een speer die eerste bocht door en pakt heel makkelijk de kop. Op de tweede plek daarachter ligt Dual Star. Daarachter op de derde plaats is het Jack Hanover. En de vierde plaats daarachter is voor Jawis. Aan de buitenkant is blijven hangen Jack. En aan de binnenkant van Jack ligt Joe Fanatic. Ze gaan de paarden de eerste meters door. John de Leeuw wil nu al wat gas terugnemen. Maar daar heeft Jazz Rhythm Flevo niet zo'n zin in. Dan gaan we de eerste tussentijd op de klokken krijgen. En dat is 1:11:07.
Jazz Rhythm Flevo leidt, die All-Star in de achtervolging. En daar weer achter in de achtervolging is Jack Hanover. Dan valt er een gaatje naar plaats 4. En plaats 4 is op dit moment voor Jack, die eindelijk naar binnen kan. Die is voorbij aan Jawis. Daarachter volgt Joe Fanatic. En de laatste plaats voorlopig is voor Jitskes Wish. Krijgt een beetje het gevoel dat John de Leeuw aan het passagieren is. Hij heeft heel weinig in te brengen over het tempo wat de koploopster wil lopen. Dat deed ze als 2 jaar trouwens ook al. En toen werd ze de snelste van de jaargang. Eens kijken of ze dat ook over 2 kilometer volhoudt. We gaan de tweede 500 meter zo op de klokken krijgen. De eerste was 1.11 en de tweede zal ietsje langzamer zijn. 15 rond. Galopaarden in het achterveld voor Jawis. Precies na 1000 meter. Dat is het punt waar hij dat wel vaker heeft gedaan. En zo gaan de deelnemers de laatste ronde in. Leiding in handen van Jazz Rhythm Flevo. Tweede plaats Jewel Star. Derde is Jack Hanover. En daarachter gaat je naar de andere Jack. Die ligt vierde. De vijfde plaats voor Joe Fanatic. En dan Jitske Swish. En daarachter Jawis. Koplopen wordt nu wat rustiger. Dat mag ook wel na 1300 meter. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Leiding nog altijd in handen van Jazz Rhythm Flevo. Daarachter in de wachtkamer ligt Jewel Star. Jaap van Rijn kijkt een keer over de schouder, weet dat één deelnemer vlak achter hem ligt, want die hoort hij, die ziet hij nog niet, want hij heeft hem nog niet echt gezien, die Jack Hanover, maar daar gaat hij ook niet op wachten. Hij gaat alvast een spoortje naar buiten en gaat de koploopster aanpakken. 18-4 de tussentijd, er zit wat verval in de tussentijd en dat heeft Van Rijn al lang gezien en die gaat nu de aanval openen. Jewel Star neemt de leiding over, Jack Hanover gaat erachteraan, Jazz Rhythm Flevo valt ietsje terug en daarachter komt naar voren Joe Fanatic. Zo gaan de paarden de laatste bocht door, daar staat de Tjarda bocht, dus zijn we halverwege de Tjarda bocht en Jewel Star leidt. Jack Hanover aan de buitenkant komt ietsje dichterbij. Joe Fanatic is nu ook aangesloten en Jazz Rhythm Flevo pakt het bit weer op. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Relingzijde is voor Jewel Star. Buitenkant Jack Hanover. Helemaal aan de buitenzijde komt de kampioen bij de leerlingen. Joe Fanatic met Misha Brouwer. Midden van de baan nu Jack Hanover aan de buitenkant. Joe Fanatic. Joe Fanatic aan de buitenkant is er bijna aan voorbij. Gaan op weg naar de streep. En Joe Fanatic is er ook voorbij. Jack Hanover wordt tweede. Derde plaats Jewel Star in 1.15.7 voor de winnaar.